Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Zoals wel vaker beginnen we met de temperaturen in Europa. We zien dat een groot deel van Europa rond de 15 graden zit, dat we warme lucht nog in het zuiden van Spanje vinden en ook in het westen van Turkije en zuiden van Griekenland, na nog waarde van rond de 25 graden. Maar de winter is ook wel zichtbaar. In Scandinavië zien we hier en daar al vlekjes een blauwe kleur. Dat is onder nul op smiddags 2 uur. En ook in Rusland een bel met koude lucht. En die koude lucht die zakt de komende dagen langzaam zuidwaarts af. Tel daarbij op dat er bij ons een oostenwind gaat waaien. En dan kun je het al raden: dan komt de koude lucht ook langzaam onze kant op. Van echt winterweer zal geen sprake zijn. Maar het wordt wel gevoelig kouder. Als we de weerkaart kijken zien we dat eigenlijk ook terug. We zien het hoge drukgebied boven Scandinavië en daaromheen die koude lucht. We zien ook al dat er sneeuw valt in uh, diverse regio's in uh, Rusland. En dan nog een tweede hoge drukgebied boven het westen van Frankrijk. Die verliest geleidelijk zijn kracht en maakt plaats voor de restanten van Joachim. En Joachim die gaat dan een koers uh, zo maken en gaat voor zeer slecht weerzorgen in Portugal en Spanje. Als we alles in beweging zetten dan zien we dat die uh, restanten van de tropische orkaan langzaam richting Portugal trekken en daar in de loop van de vrijdag zullen aankomen. En bij ons zien we dat de luchtdruk aan de hoge kant is en dat geleidelijk de oostelijke wind op gang gaat komen. Dat gebeurt met name op zaterdag. Dan raken we het grijze weer kwijt en krijgen we te maken met meer zonneschijn vanuit het oosten. Als we naar zondag 1 uur kijken dit laatste kaartje, dan is ook nog wel dit lage drukgebied boven Italië heel interessant. Die gaat een koers volgen richting Centraal Europa. Maar juist met die koude lucht die daarbij komt, wordt het resultaat sneeuw. Sneeuw in Polen, Tsjechië, Slowakije en in de Alpen. En dat dan in de loop van zondag, maandag of dinsdag. Hangt een beetje van de treksnelheid van dat lage drukgebied af. Nou, bij ons natuurlijk geen sneeuw, wel veel bewolking. Af en toe regen en motregen. Temperaturen vanavond 12 graden. In het zuiden grotendeels droog. En daar bevinden zich ook enkele opklaringen. In de nacht kan het dan, in het, met name in Brabant, flink afkoelen. Naar 5, 6 graden. Daar kan mist ontstaan. De rest van het land verwacht ik dat de bewolking blijft overheersen. Dat er nog een enkel spatje motregen valt. En dan morgen overdag kijken we opnieuw tegen veel wolkenvelden aan. Her en der kan de zon doorbreken. Dat kan in het noordwesten gebeuren. Maar net zo goed in het oosten of het zuiden. Het is maar net een gaatjes in het wolkendek gaan vallen. De wind draait naar het noorden. Die is vrij rustig morgen en temperaturen van 15 graden. Zaterdag steekt dan de oostenwind op, windkracht 3 à 4. Geopen gebieden af en toe zelfs windkracht 5. En dat dan vooral zaterdagmiddag. En zaterdagmiddag verwacht ik ook steeds meer zonneschijn. De ochtend is nog grotendeels bewolkt. Wel droog weer. 13 à 14 graden. Zondag 10 graden overdag. Maandag ook 10 graden. En dan zitten we in die heldere droge en koude lucht waardoor het in de nacht van zondag op maandag lokaal kun, zou kunnen gaan vriezen. Die daling van de temperatuur zien we hier ook duidelijk terug. De dip is op dinsdag en woensdag en daarna kabbelen we langzaam weer omhoog. Neerslagkansen zijn voorlopig klein, pas in de tweede helft van volgende week neemt de kans op regen langzaam weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaza. Morgen nog even volhouden dus met de Heel veel bewolking en in het weekend meer zonneschijn.